Ja, fantastisch. Ik weet hoe het u vergaat, maar ik krijg altijd de shivering als ik dit hoor. En als ik jullie hoor spelen, echt geweldig. Ontzettend mooi. Dus is het ook logisch, dames en heren, dat even kijken in het brein. Wat doet muziek nou bij jonge mensen? Bij dat opgroeiende brein. Dat lijkt me leuk om dat eigenlijk eerst even met u te delen. Dus laten we gewoon eens kijken in het brein hoe dat er dan uitziet. Even kijken of het allemaal goed werkt. Volgens mij moet het goed werken. Ja, kijk, hier ziet u het brein. Prachtige studie gedaan. Niet door mij overigens, maar een hele mooie studie ook. En u ziet hier het brein van bovenaf. Uw neus zit aan deze kant. En u ziet, daar staat bij 20, maar neemt u van mij, en dat gaat wat door tot het 25, 30ste levensjaar. En dan ziet u dat wat blauw is, hier, is klaar in de rijping. Dus wat ziet u, uw neus zit hier, dat juist die voorzijde, de frontale lob, de prefrontale cortex, die is nog heel lang bezig met rijpen. Dus onze kinderen, ons orkest hier, die zijn nog volop bezig om dat brein verder te ontwikkelen. En met name dus de voorzijde, de prefrontale cortex. Als u mij zou vragen, wat is nou het belangrijkste deel van de hersenen? Dat zou een beetje een merkwaardige vraag zijn. Maar stel u dwingt mij tot een antwoord, dan zou ik toch zeggen frontaal. Want het is het laatst klaar in aanleg. En u begrijpt, wat het laatst klaar is in aanleg, dat controleert de rest van ons brein. Dus een fantastisch belangrijk onderdeel. En het aardige is dat wat u ziet hier blauw wordt, dat is dus klaar. Maar de vraag is natuurlijk, wat groeit er dan nog in dat jonge brein? Nou, u weet, we hebben grijs stof en we hebben witte stof. De hersengebieden zijn grijs en de verbindingen is wit. Nou is mijn vraag aan u, een beetje leuk in de interactie komen weten, daar hou ik een beetje van. Wat denkt u groeit nog het langste door? Die grijze stof, dus de gebieden, of de verbindingen daartussen? Ja, ik vraag het een beetje tendentieus, merk ik. Hè? Je voelt al aan welke kant. Even handen, wie zegt grijze stof? Niemand meer. Wie zegt witte stof? De rest. Oké, fijn. Helemaal mislukt, maar goed, in ieder geval heel leuk om dat met u te delen. Dus de witte stof, dus de contacten, die worden steeds maar rijker. En waardoor worden ze rijker? Als dat jonge mens, als dat die frontale lob, die prefrontale cortex, als die verrijkt wordt. Nou, wat is verrijking? Verrijking is een schoolopleiding die uitdagend is. Dat kan overigens ook het VMBO zijn. Als dat voor dat kind een uitdaging is, laat dat helder zijn. Dat kan sport zijn, bewegen. Maar het kan natuurlijk ook muziek zijn. Muziek is natuurlijk een fantastische verrijking voor dat brein. Muziek spelen, we kijken ook nog naar luisteren, want er zijn ook altijd mensen die denken, ja, maar ik speel niet, maar is luisteren ook goed? De antwoord is natuurlijk, ja. Hè? Dus iedereen moet natuurlijk een leuk weekend in, dat is dus wij ook. En, dus ja, dat ook, dus een fantastische verrijking. Goed, met name dus die contactpunten. En het leuke is, als u kijkt naar studies die gaan over cognitieve reserve, dus het opbouwen van een reserve, een meer complexiteit in het brein als je jong bent. Als je dat goed doet en je bent straks oud en dan komt de ziekte en je hebt een cognitieve reserve opgebouwd, dan ga je langer beter mee. Dus het is een waanzinnige investering in de oude dag en de kans dat onze kinderen oud worden is heel groot. Nou, je wilt toch ook graag dat ze gezond oud worden. Dus het is waanzinnig mooi. Overigens maakt u zich niet ongerust als u denkt, ja, maar toen ik nog jong was, heb ik er niet zoveel aan gedaan. Zijn er een paar mensen die dat nu denken? Die zich ongerust maken, denken, is het voorbij? Nee, het antwoord, denkt u dat de literatuur zegt? Denkt u dat u op elke leeftijd weer opnieuw kan beginnen en dat het toch een positief effect heeft op uw brein? Wie denkt dat? Dat is een hele positieve groep. Ja, het antwoord is ja. Het antwoord is ja. Dus het is heel, we hebben voor iedereen goed nieuws gewoon. Er zijn natuurlijk mooie studies gedaan, dat ze een beetje in het brein verder kijken, niet alleen frontaal. Dit is van Gottfried Schlauch, een hele beroemde man die heel veel onderzoek heeft gedaan. En u kijkt hier, zeg maar, bovenop het brein is natuurlijk wat weggehaald. En hier ziet u de hersenbalk, die verbindt linker en rechter hersenhelft met elkaar. U ziet hem hier ook. En hij heeft onder andere gekeken, een van de studies, hè, ik doe natuurlijk vanmiddag met u en het orkest, doen we een greep aan studies. U hoort mij niet zeggen, het is allemaal zo. U hoort mij zeggen, wat fantastisch dat er dit soort studies zijn, die een kijkje geven in het brein. Anderen denken er weer anders over, maar dit is gewoon een hele leuke compilatie daarvan. Kortfried Schlauch heeft gekeken wat er nou gebeurt met kinderen die piano spelen. Het had natuurlijk ook een ander instrument kunnen zijn, laat het helder zijn. Maar hier had hij de piano, uw neus zit aan deze kant. Hier ziet u weer die hersenbalk. Vindt u dat helder? Dus als ik terug ga hierheen, dat was deze. Het is ook deze hier, met al die vezels. Hier ziet u hem terug. En nou blijkt dat als die kinderen tot hun elfde, dus voor hun elfde levensjaar, hoe meer uren piano, hoe groter het volume is geworden hier aan de achterkant van die hersenbalk, hier middenaan, hier middenop, hier ook in de motorische gebieden
En dat vind ik ook zo spannend. Hier onderaan die frontale lob. Nou is het niet zo dat meer volume altijd gunstig is. Maar in dit geval was dat gecorreleerd aan beter functioneren. U kunt zich voorstellen dat die uitwisseling tussen links en rechts. Ja, dat gaat natuurlijk veel beter als dat volume hier, als die vezels in volume toenemen. Vindt u het helder, dames en heren? Het is een fantastisch effect. En als je dan ietsje verder kijkt in die studies van hem. Al die informatie gaat dus naar frontaal, schitterend, hè, want dat was nog volop in ontwikkeling tot het 25-30ste levensjaar. Hij heeft ook gekeken tussen 12 en 16. Nou, u ziet, dat gaat gewoon maar door, die rijkdom van dat muziek spelen. Meer contactpunten, meer synapsen in dat brein, echt heel mooi. En als je nog iets verder bent en je begint daarna wat later, dan nog zijn er super positieve effecten. Hier ziet uw neus zit hier. Dit zijn twee taalgebieden, je mag ze tegenwoordig niet meer zo noemen, want het is veranderd, zeg maar. Het is veel ruimer geworden, uw taalgebieden. Maar voor nu kan het nog even. Weet iemand toevallig hoe dit gebied heet? Het gebied van Wernicke, wel zo gehoord, Wernicke. En dit is het gebied van Broca. Maar nogmaals, dat kun je bijna niet meer lokaliseren. Dat is dus veel uitgebreider. Maar dit baansysteem daartussen, die fasciculus arcuatus, dat is dat baansysteem. Het is weer witte stof. Nam weer geweldig toe qua verbinding tussen die gebieden. Door dat spelen op die piano. Zeker. Muziek maken staat er ook onder hippe, moderne muziek. Oh ja, we gaan er nog naar kijken. Dus u wordt echt helemaal bediend gewoon waar u maar wil. Maar even vragen, vindt u het helder? En dan ziet u ook dat muziek, want dit zijn dus de taalgebieden. Hè? Dat wil dus zeggen dat muziek, en dat is ook helemaal niet nieuw, dat muziek een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van taal. U ziet ook soms mensen met schade in het brein, die juist via muziek of via zingen weer een positief effect kunnen geven aan een ontwikkeling van hun taal. En dat komt omdat die muziek en die taal heel dicht aan elkaar gekoppeld zijn, heel dicht bij elkaar zitten. Nou, ik wil even een inkijkje nemen in de jeugd, wat muziek allemaal kan doen voor je. En nou gaan we weer naar u toe, ook weer naar het orkest toe. Dat is natuurlijk allerleukste. Nou, wat we nou graag willen doen met het orkest is, we laten u een stukje horen van de Vijfde van Beethoven. Het orkest stopt op een gegeven moment abrupt. Middenin. Nou is onze vraag, wij vormen natuurlijk een eenheid, onze vraag aan u is, het orkest laat dan een volgende toon horen, een akkoord eigenlijk. Is dat het juiste akkoord wat erop volgt? En ze laten nog een ander akkoord horen. Is dat het juiste akkoord? Dat wordt de vraag aan u. Welke van die twee akkoorden past bij dat gedeelte wat op dat moment is afgestemd? Is dat helder? Oké. Nu komt het eerste akkoord. Is dat het juiste of niet? En nu het andere. Oké, nou u. Was het akkoord nummer 1? Het is namelijk heel leuk, want ik moet even tussendoor vertellen, dat hier zit het verschil tussen muzici en niet-muzici. Ja, u bent allemaal super muzikaal, nou denkt iedereen weer, wat denkt die man? Nou, was het 1 of 2? Wie gaat voor 1? Even de hand omhoog. Wie gaat voor 1? Oeh, weinig. Wie gaat voor 2? Alright, u bent echt kenner. Nou, zullen we nog 1 keer doen? Dan zien we meteen, je bouwt nog even 1 keer, weet je, dan met het juiste akkoord eraan vast. Echt super mooi wat zij doen. Nou is het leuke, kijk, u kende dit stuk. Maar het aardige nou is, dat verschil tussen muzici en niet-muzici is, als u nou een stuk zou horen wat helemaal niet bekend is. Als u dan dat aanbiedt aan een muzikus en een niet-muzikus en u stopt middenin, dan weet de muzikus, die weet heel fijn, ook al kent dit stuk niet, wat logischerwijs, blijkt uit die studie, de volgende akkoord moet zijn. En dat zie je ook terug in het brein. Deze studie gaat erover. En dan zie je, dit is een niet-muzikus en dit is een muzikus. En dan zijn ze dus middenin gestopt. Er volgt een akkoord wat niet klopt. En wat zie je dan in het EEG van de muzikus? Die muzikus, dat brein waarschuwt eigenlijk die muzikus al heel snel. Nee, dit akkoord klopt niet.
Bij die niet-muzikus gebeurt er gewoon in het brein helemaal niks. Die heeft het helemaal niet in de gaten. Het is maar even dat u het vast weet, voor de stukken die niet zo bekend zijn. Nou, zo gaan we een beetje met elkaar er doorheen. We doen van alles een beetje wat. Het is een soort rijk muzikaal boeket dat we u willen aanbieden. Hier ziet u een aantal fragmenten. We doen er één van, hebben we met Karel en het orkest afgesproken. Maar de bedoeling is, u luistert een stukje als u wil naar de kleine nachtmuziek, heel bekend. Daarna vraag ik aan u of u het zich nog even wil inbeelden. Dus het orkest stopt dan. En dan is de vraag, als u uw ogen dicht wilt doen of niet, denk dan even terug aan dat mooie stukje kleine nachtmuziek. En dan laat ik u zien in het brein wat inbeelding, dus de imagery, de imagination, wat dat ook al betekent in uw hersenen. Oké. Okay. Zou u nou nog even willen terugdenken, inbeelden, dit prachtige stukje? Gewoon even overdenken nog. Oké, prachtig, oké. Omwille van de tijd. U had nog wat langer gekund natuurlijk, maar oké. Nou, hebben ze in die studie hebben ze met 3 fragmenten gedaan. Ik heb dus de fragmenten, nemen we in feite uit die studies, vandaar natuurlijk. Ze hebben 3 fragmenten gedaan. Beethoven, Mozart en Tchaikovsky. Maar vanwege de tijd hebben we er nu 1 gedaan. En men heeft aan de deelnemers gevraagd, waar raakt u nou 2 dingen? Waar raakt u nou het meest opgewonden van? Dat is 1 vraag. 2, wat heeft u het meest geraakt, emotioneel gezien? Nou is mijn vraag, voordat ik het u laat zien, was met vragenlijsten en toen hebben we in de brein gekeken. Hè? Eerst mijn vragenlijst. Nou is mijn vraag aan u, wie van u vond nou het actief luisteren, dat u dat meer opwond en ook meer raakte emotioneel gezien? Wie vond het actief luisteren meer dan de inbeelding? Even handen. Wie vond juist inbeelding sterker dan het actief luisteren? Ja, een paar mensen. Dat is grappig, hè? Dat het merendeel, dat is inderdaad elke keer zo. Terwijl die studie geeft dus iets anders aan. Dus al meteen heel leuk dat dat dus niet opgaat. Maar ik gaf al meteen aan in het begin, hè? Je moet alles natuurlijk relativeren. Hier ziet u die 3 fragmenten, Beethoven, Mozart en Tchaikovsky. En dit gaat eerst over de mate van opwinding, zeg maar. En u ziet ook dat die lijntjes, die vallen nagenoeg uit. Het zit wel wat verschil, maar die lijntjes, inbeelding, actief luisteren, vallen nagenoeg over elkaar heen. Hier gaat het over de emotie die de mensen beleefden. En u ziet ook hier geldt eigenlijk voor dat die lijntjes min of meer over elkaar heen vallen. Dus het lijkt wel in deze studie, bij die deelnemers, dat het op zich niet zoveel uitmaakte. Bij u wel, en bij die andere mensen, bij wie ik ook wel kom, ook. Maar daar niet, hè. Maar toen heeft men ook in de hersenen gekeken. En dit plaatje is eigenlijk het allerduidelijkste, vind ik. Uw neus zit aan deze kant. Dit is frontaal. En wat zagen ze nou? Dat inbeelding sterker was dan het actief luisteren. In welke gebieden werden actief, waar inbeelding het echt won, zeg maar. Dat was zowel frontaal hier, als een gebied die hierachter ligt, een beetje in de parietale lob. Dus als ik zo ga staan, frontaal, parietaal,
frontaal, parietaal. Die twee lobben, die deden het echt heel goed bij die inbeelding. Dan zult u zeggen, nou ja, is dat belangrijk? Heel belangrijk, want die frontaal lob, heb ik u uitgelegd, is superbelangrijk. Maar die samenwerking met parietaal, die is heel erg cruciaal voor geheugen, voor werkgeheugen, voor empathie. U weet, empathie betekent, hè, dat is een waanzinnig complexe functie. U moet even met me delen, ja of nee? Nee? Vindt u empathie geen complexe functie? Het is echt een hele complexe functie, hè? Want het betekent dat ik nu denk te weten wat u voelt en denkt, en u denkt nu te weten wat ik voel en denk. Nou, ga er maar aan staan. En uw frontale en parietale lob, die werken niet alleen, maar die werken er heel nauw in samen. En als je dan dit ziet, dan denk je, oké, dus het inbeelden geeft dan een verhoogde activiteit in dat prachtige samenwerking tussen die twee lobben. Terwijl het actief luisteren wint het weer van inbeelding. Als u hier kijkt naar dit gebied hier, dat gele gebied, oranje-geel, en dat ligt een beetje hoog in de slaapkwap. Supertemporal gyrus ligt hoog in de slaapkwap. Nou is het altijd leuk om te kijken of je het nog kan vertalen naar populaties. Klinische populaties bijvoorbeeld. Onthoud u nou even, als u wil, frontaal en parietaal. En dan laat ik een studie zien hier. En dat gaat over mensen met autisme. En u ziet al dat in die titel staat al frontoparietaal. Dat wilde zeggen frontaal plus parietaal. Hier ziet u de persoon neutraal. En dit is de persoon met autisme. En een deel van dit gezicht, 20%, zit al hierin. Van dit gezicht zit 20% in haar gezicht. Hier al 40, 60, 80%. En de vraag was in die studie, hoe snel herkent die persoon met autisme zichzelf in die foto's? Hoe eerder, dus al met 20%, dan is het empathische vermogen sterker dan als het langer duurt voordat je jezelf herkent. Vindt u het helder als ik het zo uitleg? Ja, is voor iedereen duidelijk. Hè? Dus dit is de neutrale persoon, dit is de persoon met autisme. 20% van dit gezicht zit al hier. Dus als je hier al denkt, hé, dat ben ik, dan is het empathische vermogen zeg maar sterker dan als je dat pas hier herkent. Maar het belangrijkste is eigenlijk nog dat in die studie werd gezien, frontoparietaal, is ook wel bekend uit andere studies, werkt heel nauw met dat empathisch vermogen samen. Nou, wat zie je dus als u hier denkt aan muziek, als je er dus inbeeldt, dan ziet u al een hele mooie activiteit in dat frontoparietale gedeelte. Dus je alleen al indenken geeft die activiteit. Deelt u een beetje mijn enthousiasme, dames en heren? Dat is mooi, hè? Gewoon mooi. Het feit dat je eraan denken kunt. Dus er is niet eens actieve muziek in om u heen, maar u denkt aan die melodie waar u misschien dol op bent. En kijk eens, het gebeurt al heel veel in die hersenen. Nou, als u kijkt naar dit gedeelte, het was dus boven in die slaapkwap, dan is actief luisteren sterker dan de inbeelding. Heb ik natuurlijk ook iets voor meegenomen. Kijk, hier ziet u de hersenen van iemand die is overleden zonder dementie. Uw neus zit aan deze kant. Dus nu klopt het precies als ik weer zo ga staan. Dit is weer frontaal. En u ziet hier uw slaapkwap. En u ziet al een beetje die groefjes. Dit is al een beetje mijn brein, zeg maar. Dit is al een beetje ouder brein. Uw brein ziet er vast zo prachtig uit als hier. Zo glad. Dit brein weegt nog zo'n 1375 gram. Als ik u zo aankijk, dan heeft u allemaal 1500 gram. Maar ik niet meer. En uw neus zit aan deze kant, dus dit is frontaal. Als u kijkt naar iemand die overleden is aan de ziekte van Alzheimer, is altijd wel heel indrukwekkend, dus ik geef u een kleine voorwaarschuwing. Dan ziet het brein, dan ziet het brein er zo uit. Dit brein weegt 400 gram minder. En dan ziet u, kijk, uw neus zit hier, dan ziet u bijvoorbeeld heel veel schade, zit precies op dat gebied. Ik moet nu even terugduiken, kijk. Sorry. Uw neus staat hier, hè? Dus dit is dat gele gebied, dan moet u dus zometeen even terugdraaien. En dan focus dan nog even op dat gele gebied. Kijk, zit u hier. En u weet ook wel, hè, dat met mensen met een dementie, mensen met de ziekte van Alzheimer of iets anders, dat muziek daar een geweldig effect kan hebben. Dit is natuurlijk een eindstadium. Maar je zou veel liever hebben preventief gezien. Moet eens kijken wat het teweeg brengt in cruciale gebieden. Want dit zijn gebieden die een rol spelen in de taalontwikkeling. Het zijn gebieden die belangrijk zijn voor geheugen, enzovoort, enzovoort. Gewoon maar even om een klein uitstapje te maken naar het een en naar het ander. Ik hoop dat u dat aanspreekt, maar muziek is wat dat betreft fenomenaal in elke fase van je leven. Oké, we hebben u laten inbeelden toen het instrumentaal was, toen het orkest speelde. We kunnen het niet zingend voor u doen, maar dat u wel weet dat als u luistert naar een vocaal en u beeldt zich dat in, dan krijgt u ook een prachtige activiteit te zien in het brein. Dus het is niet alleen instrumentaal, ook vocaal. Dat is natuurlijk ook misschien niet onlogisch. Nou, het orkest is bereid om het stukje Caro Mio Ben, een prachtig aria, misschien kent u het, het ontroert mij diep als ik het hoor. Caro Mio Ben
wordt even gespeeld door het orkest. Geweldig, hè? Nou moeten we het nog even inbeelden. Denk dan heel even terug, hè? 30 seconden, 20 seconden. Oké, perfect, goed. Nou, als we nu kijken, dit is inbeelding. In principe was het dus een vocale aria. Als je dan kijkt in het brein, er zijn veel plaatjes, maar misschien is dit wel de allerduidelijkste ook. Uw neus zit aan deze kant. Wat ziet u dat dan die inbeelding het weer wint van het actieve luisteren naar die aria? Die wint het dus, sterke activiteit. En wat ziet u? Opnieuw frontaal en die parietale lob. Dus u voelt, hè, u ziet, het zit een beetje een lijn in dat verhaal. Hè? Er is een frontale en parietale betrokkenheid. U zag het toen net bij de vorige slides en bij het inbeelden van die instrumentale kant. U ziet hetzelfde terug als u inbeeldt als er wordt gezongen. Dat was leuk, want er stond in een van die wetenschappelijke studies, we lezen natuurlijk eigenlijk altijd die wetenschappelijke verhandelingen, stond ook dit voorbeeld gewoon genoemd. Dat heeft me ook wel gegrepen, want het gaat hier over inbeelding. U heeft nu een heel stukje gedaan, een imagination, hè? U beeldt het zich in, die muziek, u stelt het zich voor en u ziet activiteit in het brein. En deze man die heeft die aardbeving in Haiti meegemaakt in 2010 en dat werd beschreven in die paper. En wat zeiden ze erover? Die man vertelde, heeft overleefd. En die man vertelde, hij lag dus onder een gigantische berg beton. We kennen die beelden, verschrikwekkende beelden. En die man lag daar ook onder, een violist. En hij vertelde, hij heeft het overleefd. Hij vertelde dat hij het overleefd heeft, omdat hij daar lag en dacht aan zijn vioolconcerten. En hij zei, ik dacht niet alleen aan mijn vioolconcerten, maar door dat inbeelden, die imagination, was ik ook in die concertzaal. Ik verplaatste me naar die concertzaal en daar beleefde ik mijn prachtige uren. En dat heeft mij uit die stapel, zeg maar, urenlang kunnen weghalen. En dankzij dat heb ik het overleefd, want uiteindelijk ben ik bevrijd. Maar die imagination kan zo sterk zijn dat je jezelf überhaupt kan verplaatsen naar hele andere gebieden toe. Nou, ik denk dat past zo mooi in dat verhaal over inbeelding en imagination. Dat vind ik leuk. En hij is natuurlijk violist, dus het past er helemaal prachtig in. Ik wilde nog met u het orkest en ik wilde nog samen met u weer een kleine nieuwe exercitie doen. Heeft u er zin in, dames en heren? Oh, leuk, leuk, leuk. Wij ook. Nou, wij ook. De bedoeling is het volgende. U moet echt meedoen nu. Dat u echt ook bovenin hebt. U denkt misschien, ik zit veilig, maar u moet ook meedoen. Er wordt een stuk gespeeld, de Arabesque van Schumann. En op een gegeven moment stopt het orkest ermee. En nu is de bedoeling dat u dan meteen daarna, het is een heel mooi en bekend stuk, dat u daarna meeneuriet. Nou, meestal sta ik hier met eentje te neurien. Dus...
Het zou echt top zijn als het op vrijdagmiddag een keer niet zo is. He, dus het orkest stopt en u neuriet allemaal, ik doe ook mee, u neuriet allemaal mee. En dan, oh, dat geeft een waanzinnige activiteit in uw brein. Als u dit weekend denkt, waarom ben ik zo briljant? Dan weet u, dat komt door vanmiddag. Zullen we het proberen? Dus u doet mee, u laat me niet alleen staan, hè? Nee, uitstekend. Juist, nou dat lijkt nergens op. Heel fijn. We hebben het aanvoelen komen, Karel. Het orkest ook. En dat wordt een puinzooi. Dat wordt helemaal niks. En we wilden niet, we hebben de zaal tot 8 uur vanavond. Dus we gaan niet verder de tent uit als het niet gewoon goed gelukt is. Dus, maar het orkest is wel bereid om een klein beetje nog mee te, zachtjes mee te doen. En nog één keer opnieuw en dan, oké. Het leuke is, natuurlijk gebeurt er wat, want u heeft geanticipeerd, hè? U heeft aanvoelen komen wat er gebeurde. U kent die melodie, er werd niet meegespeeld, u dacht, ik anticipeer wat er komt. En het anticiperen, dat gebeurt ook wat in uw brein, dat kan natuurlijk niet anders. En nou is het een beetje abstract wellicht, maar ik ga het u toch iets uitleggen. We kijken, als u het goed vindt, naar dit plaatje. Hier zit uw neus, er is eigenlijk zo'n soort deel zo, zeg maar even eraf in de scan. En u kijkt er zo in, vindt u het helder als ik het zo uitleg? Ja? En dan ziet u dus diep in uw brein, liggen de basale ganglia, de basale kernen, waaronder het putamen en de globus pallidus. En dat zijn kernen die heel belangrijk zijn, onder andere voor de motoriek. Zijn ernstig aangedaan bijvoorbeeld bij de ziekte van Parkinson. En u weet misschien wel, bij de ziekte van Parkinson kan melodie, ook het ritme in die melodie, kan helpen om bijvoorbeeld mensen die moeilijk lopen, ik doe het even na, maar uiteraard met alle respect, maar die een armoede hebben in het lopen, een verarming, dat juist daardoor, door die muziek, het lopen hè, in het ritme weer beter kan gaan. Mooi, u ziet het anticiperen. Zelfs als u op anticipeert wat er gaat komen, is er al en diep in het brein een geweldige activiteit. Nou, ik raak er enthousiast over. En u weet misschien, ik ben niet zo enthousiast, maar hier ben ik echt heel enthousiast over. Ja, en er was natuurlijk straks die vraag hè, van uw collega hier, die zei, maar ja, maakt dat nou uit in het brein? Of je nou luistert naar Dvorak of naar... En dan moet ik goed zeggen, Usher. Usher, kent u het Usher, dames en heren? Usher, ja. Ik moet even een kleine blunder, even een klein beetje openbare biecht, houdt u ervan? Zal ik een van mijn blunders uiten aan u? Altijd al leuk, maar toen ik hierover begon, met deze, ik kende deze groep, eigenlijk was het bleek een man te zijn. Maar toen dacht ik doe heel stoer, ik zeg dit, deze man heet OMG Usher. En toen aardig mensen aflopen, die zeiden tegen mij, waar ben je mee bezig met je OMG? Dat OMG betekent, oh my god, ja, dus dat hoorde helemaal niet bij die man. Oh, wat een afknapper. Dus nu, en het waren notabene de eerste 3 woorden, ik zal het straks laten horen. Maar dat was een vraag aan u, het orkest speelt natuurlijk een heel mooi stukje. Maakt het uit in het brein of u luistert naar Dvorak, of Rachmaninov, of wat dan ook, of dat u luistert naar Usher? Wie van uw handen? Als u wil, wie van u denkt dat dat uitmaakt in de hersenen? Waar je naar luistert. Oké. Of, andere vraag, wie van u denkt dat het uitmaakt, of wat bepalend is in het brein, waar u van houdt? Leuk hè, die vragen. Daarom zijn die tentamens op de VU altijd vrij makkelijk, want ik stel die vragen verkeerd. Ik geloof dat het orkest eerst een mooi stukje laat horen.
nu het stukje horen van Usher. Let. Oh my God. U mag meezwaaien als u zin heeft, hè, dat u denkt. Als u dus kijkt nu wat er gebeurt in de hersenen, als u luistert naar Rachmaninoff of naar prachtige Dvorak of u luistert naar Usher, dan zie je dus dat het gewoon uitmaakt waar u van houdt. Hier ziet u, deze drie bovenste plaatjes zijn het duidelijkst. Uw neus zit aan deze kant en daar, hè, dus in feite staat u er weer zo tegenaan te kijken. En wat ziet u dan? Dat als je er niet van houdt, dan zie je een hoge activiteit hier in die parietale lob achterin. Maar als u er wel van houdt, sterker nog, als het uw favoriete muziek is, dan krijgt u een prachtige samenwerking tussen frontaal en parietaal. Ziet u het? Dat is leuk, hè? Het heeft natuurlijk klinische consequenties. Dat als je natuurlijk zegt van nou, waar laat ik iemand naar luisteren die misschien zelf niet die keuze makkelijk meer kan maken. Maar waar laat je, dan moet je natuurlijk wel zijn favoriete muziek nemen. Of haar favoriete muziek, hè? Als u mij de hele dag naar iemand laat luisteren van ik denk, daar heeft pa nooit iets mee te maken gehad. Dan weet ik niet of ik daar dus heel gelukkig van word. Nou, we willen nog, heeft u nog zin in een paar kleine dingen? Gaan we goed, mensen? Ja, fantastisch, hè? Het orkest vooral. Ik wou u laten zien wat improvisatie betekent in het brein. Want dat is ook een onderdeel van muziek. Improviseren. En nou, u ziet hier een studie. Eerst was het op een toonladder een heel klein beetje improvisatie. En daarna werd het echt super complex. En dan zie je in het brein wat er gebeurt. Oh, dat is echt ongelooflijk. En dat gaan we nu laten zien. Oké, dat is al heel mooi. Maar dit was eigenlijk nog vrij eenvoudig eigenlijk, hè? Dat zegt dan gewoon een eigenwijze scherm. Maar even, het komt complexer, dacht ik, Karel. Zou je nog een tandje op willen doen? Nou ja, dan bent u natuurlijk benieuwd wat er gebeurt er nou in die hersenen. Als je zo kunt improviseren zoals Karel dat deed met die prachtige andere leden van het orkest. En ik geef u maar een paar, ik kan niet al die gebieden met u doornemen. Maar u ziet ten eerste weer frontaal. Het is een beetje zo, maar u moet me even maar aannemen. Dit is de voorzijde weer. En u ziet ook weer dat gebied wat heel actief is. Wat u toen heeft gezien bij, toen ik u dat plaatje liet zien van de ziekte van Alzheimer. Met de bovenaan in die slaapval. Kunt u nog herinneren, dames en heren? Het is datzelfde gebied hier wat heel actief is. En wat heel veel wordt genoemd in de literatuur, is als, hè, dat geldt ook voor jazzmuzici bijvoorbeeld, maar nu ook hè, wat het orkest nu fantastisch improviseert. Je ziet eigenlijk dat frontaal, en met name aan de binnenkant ook, gigantisch meedoet als je improviseert. Je moet namelijk tot nieuwe ideeën komen, je moet maar gewoon iets genereren, en daar reageert het brein enorm op. Daarom is het zo leuk dat als je ouder wordt, maar natuurlijk ook als je jong bent, dat je voortdurend een soort leven leidt waar je denkt, ik moet er wat mee, ik moet iets nieuws bedenken. Ik moet iets improviseren. Geweldig voor dat brein. Dat ziet u wel. Dat kan dus met muziek, maar u begrijpt, dat kan ook in het dagelijks leven. Nou, dan willen we nog even laten horen aan u en zien in het brein wat het verschil is tussen hele happy music en droevige muziek. We doen eerst de happy, hè? Ja. Kijk, hier zit uw neus aan deze kant. Moet eens kijken. Kijk, je kan,
wat ik vooral hoop is dat u ziet dat al die plaatsen hier in die hersenen, dit is weer frontaal trouwens, maar dit zijn natuurlijk netwerken. U ziet hier op de plekken de verhoogde activiteit, maar die kunnen alleen met elkaar samenwerken dankzij de netwerken die hier gevormd worden. Dus gelukkig een fijne, vrolijke muziek hoor. Ziet u in één oogopslag wat het doet in het brein? Of zou het anders zijn als we nou naar droevige muziek luisteren? Als u dan kijkt in het brein. Ja, fijn. Als u dan kijkt, dan is het iets lastig omdat u er nu zo tegen de hersenen aankijkt. Maar ik wil u graag wijzen op een van de gebieden die daar vaker wordt genoemd. Hè? Vaker, ik ben altijd voorzichtig. En dat is de hippocampus. En de hippocampus is een gebied, dames en heren, dat ligt aan de binnenkant van uw slaapkap. En die is wereldberoemd om zijn bijdrage aan bijvoorbeeld geheugen. Het is een gebied wat kwetsbaar is voor ouder worden. Het is heel erg aangedaan bij de ziekte van Alzheimer bijvoorbeeld. En dan ziet u dat juist activiteit in de hippocampus toeneemt onder invloed van die wat droevige muziek. En zeggen mensen, is dat ook wat je wil? Nou ja, je kunt natuurlijk steeds kijken, wat wil iemand graag en wat zijn iemands liefdesmuziek. Maar het aardige is, stel nou, u zit nou in de zaal, u luistert naar die droevige muziek, maar u bent niet droevig. En dan zegt de literatuur het volgende over, dan doet de hippocampus juist mee, omdat u denkt, wauw, het is droevige muziek. En ik voel me helemaal niet droevig. Dus wat ben ik eigenlijk blij dat ik niet droevig ben. Ja, ik vind het ook een beetje een grappig uitleg, maar toch is het wetenschappelijk is het oké. Dus u voelt mee. Maar het aardige is, want dit was Barber, hè, wat we nu de Adagio for Strings, dat is een stuk muziek wat heel veel is gebruikt in de studies. En waarom wordt het ook gebruikt? Omdat dat stuk van Barber ook u diep kan raken. Ik weet niet wie van u dat zo gevoeld heeft, mij raakt dat altijd diep. Ik kan een shivering voelen, ik kan een huivering voelen. Zo mooi als ik denk dat het overkomt bij mij. Echt komt binnen. En als u denkt, wat is dat dan? Zijn dat ook die gebieden? Dat het echt binnenkomt, dat het je diep en diep raakt. Dan is er één gebied wat er altijd uitspringt. En dat is hier, hier zit uw slaapkwap, dus dit is de buitenkant. Ik wijs het even zo, dit is deze zijkant hier. En dan zit dit, als je dat een beetje weg zou pellen, dan kom je hier op een eiland uit. En dat eiland heet de insula. En die insula, heel veel beschreven als het gebied wat onze diepste gevoelens vertegenwoordigt. Dus stel, u bent diep gelukkig of diep verdrietig, diep ongelukkig. Dan ziet u een grote activiteit hier in de insula. En die doet dus ook mee, wordt zeer actief, als u echt geraakt wordt door die muziek. Fantastisch. Ja, ik vind het geweldig om te zien hoe dat allemaal bij elkaar komt in dat brein en wat je daarmee, zeg maar, wat je erover kunt vertellen. Ja.
Ik ben klaar, maar... Kijk, het grote feest is het orkest. En zij gaan nog het derde deel spinnen van Dvořák. Alle aandacht voor jullie. Thank you.
Hey, dames en heren, bent u wijzer geworden? Heel hartelijk dank. Bent u wijzer geworden? Ja? En gaat u ook allemaal een instrument spelen nu? Ik denk het wel, hè? In ieder geval de kinderen. Ik denk dat het heel belangrijk is. Een grote, massale toeloop naar muziekscholen toe. Ik wil Nederlands Jeugd Strijkorkest hartelijk danken. Wat een fantastisch spel. En Karel den Hertog, veel dank. Kleinigheid. Dank je wel. En natuurlijk Erik Scherder. Veel dank.